In ons platform kun je klanten geautomatiseerd uitnodigen om een recensie te schrijven over producten die ze hebben gekocht. Je kunt alle communicatie hierover zelf instellen en in deze video zal ik je uitleggen hoe dat werkt. Ga naar Webwinkel, klik op recensieinstellingen en klik op productrecensies. Je ziet hier een aantal instellingen. Ik zal even uitleggen hoe dit werkt. Bij gebruikrecensies kun je instellen welke recensies je wil gebruiken. Je kunt ervoor kiezen om recensies überhaupt niet te tonen. In dat geval worden ze allemaal verborgen en kunnen consumenten geen recensies lezen en ook niet schrijven. Houd er rekening mee dat dit altijd recensies op productniveau zijn. Met recensies op winkel- of tuinzitterniveau doen wij niks. De tweede optie is om alleen recensies te tonen die op je eigen website geplaatst zijn. De derde optie is om alle recensies te tonen. Ik zal het verschil tussen die twee uitleggen. Iedereen die een recensie schrijft in het Carnot Connect platform, doet het op productniveau en aan een product is een EAN code gekoppeld. Wij slaan deze centraal op en, als je dat wil, dan kunnen we dus op basis van de EAN code zien welke recensies er in het verleden geschreven zijn op jouw website of op andere websites. We kunnen die op jouw website tonen. Op die manier heb je vaak sneller meer relevante recensies. Wij lezen alle recensies altijd handmatig na voordat ze online komen. Schrijft een bezoeker iets over de service, de levenssnelheid of iets anders wat niet gerelateerd is aan het product, maar aan de winkel, dan zullen we deze recensie niet tonen op productniveau en ook niet op andere websites. De recensies zijn dus altijd relevant. Dat gezegd hebbende, zal ik de instellingen doorlopen en die zijn, ongeacht welke keuze je maakt, altijd gelijk. Uiteraard kan er een link opgenomen worden naar de recensies op de productpagina en de tekst van de link kun je hier aanpassen. Je ziet hieronder al een tekst staan, productnaam. Deze kun je kopiëren en plakken en op dat moment wordt deze tag gewijzigd in de naam van het product waar je op dat moment bent. Boven de recensies kan een titel getoond worden. Recensies over productnaam. En tussen de titel en de recensie zelf kan er ook een tekstje getoond worden en die kun je hier invullen. Uiteraard kunnen mensen ook zelf een recensie schrijven. Daarvoor hebben we een formulier en boven het formulier hoort natuurlijk een titel. Die kun je wijzigen. Tussen de titel en het formulier kan ook een tekst geplaatst worden. We zijn benieuwd naar je mening, schrijf een recensie over het artikel en maak kans op een nationale tuinbon. Als je iets weggeeft of verloot onder mensen die recensies schrijven, dan moet je dat ook wel echt doen. Anders moet je dit wijzigen en gewoon vragen uit vriendelijkheid of mensen een recensie willen schrijven. Zodra ze een recensie hebben geschreven, is het belangrijk om aan te geven wat er gaat gebeuren. Zoals gezegd, we plaatsen recensies niet meteen, die lezen we altijd door. Dat doen wij en hoef je zelf niet te doen. Maar het kan wel een paar dagen duren. Om klachten te voorkomen en soms denken mensen dat de recensie niet getoond wordt omdat die negatief was, is het dus belangrijk dat je dit even uitlegt in de mail en in de tekst na het versturen van de recensie. Je kunt hier de klantnaam gebruiken en uiteraard de productnaam. Ik zei het net al, er wordt ook een mail verzonden en in de mail kun je ook een tekst toevoegen. Iedere mail heeft een afzender, een naam en een e-mailadres nodig. Je kunt eventueel ervoor kiezen om een kopie van deze e-mails te ontvangen. Vul daarvoor het BCC e-mailadres in. De laatste instellingen gaan over het versturen van een uitnodiging om een recensie te schrijven na aankoop. Dit kun je automatisch instellen of je kunt het uitvinken, dan wordt de mail niet verzonden. Als je recensies wil verzamelen, is het echt een raadzaam om dit aangevinkt te laten. Hoe werkt dit? Je kunt aangeven na hoeveel dagen na aankoop er een uitnodiging gestuurd moet worden om een recensie te schrijven. Je ziet hier 20, maar ik vind het zelf handig om dat bijvoorbeeld na 5 dagen te doen. Eventueel kun je dit koppelen aan een status. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat 5 dagen nadat de status van een order in jouw webshop op bestelling verzonden is gezet, de uitnodiging wordt verzonden om een recensie te schrijven. De uitnodiging zelf kun je uiteraard ook bewerken. Je kunt de titel wijzigen, waarbij het handig is om de klantnaam te benoemen, en je kunt de e-mail zelf toevoegen. Je ziet hier een link staan. Deze link verwijst altijd naar het duurste artikel van de aankoop. Op die manier heb je dus altijd maar 1 link en zorg je ervoor dat van het duurste product de recensies geschreven worden. Op deze manier kun je snel, eenvoudig en, niet onbelangrijk, geautomatiseerd meer recensies verzamelen.